Nigel Roberta, morgen tegen Ajax. Ja. Je bent komen uit Feyenoord vandaan. Doet dat nog wat met een oud Feyenoord speler? Ja, zeker. Een wedstrijd tegen Ajax is altijd lekker. Altijd leuk. Sfeer daar is. Ja, zij zullen er bovenop klappen, wij ook. Wat verwacht je zelf van die wedstrijd? Je speelt voor de derde keer geloof ik in de basis. Hoe ver ben je, ja, voel je al een beetje basis spelen? Ja, ik heb er niet echt gevoel bij. En als je goed traint, dan kan je een plek in de basis verwachten. En als je het minder goed doet, dan niet. Dus op dit moment doe ik het gewoon goed op de training, vind ik. En de trainer vindt het ook. Dus morgen sta ik er weer in. Dus dat is mooi. Je bent nu een half jaartje bij Cambuur. Begin van het seizoen zei je van nou, ik moet veel leren nog. Ben je er al een beetje? Voel je dat je, of kan je nog veel meer leren? Nee, ik ben er nog zeker niet. Ik kan nog heel veel leren en daar helpen ze me goed bij. Bato, die ondersteunt mij ook heel goed. En de trainers zijn er ook heel veel mee bezig en ik zelf ook. Dus dat is alleen maar goed. Je hebt het over Bato, die speelt veel vaak achter in je rug. Hoe lekker is dat? Ja, heel lekker. Want hij weet ook zelf wat de spits wil. En hij weet wat ik wil dus, en ik weet wat hij wil. Dus dat is heel lekker. Wanneer ben je aan het eind van het seizoen tevreden? Je hebt nu 2 doelpunten gemaakt. Een spits wordt toch afgerekend op zijn doelpunten. Met hoeveel doelpunten ben je tevreden? Ik zal eerst beginnen met dat ik pas tevreden ben als we de play-offs hebben gehad. En daarnaast wil ik aan zoveel mogelijk doelpunten komen. Maar ik heb niet echt een doelstelling voor mezelf. Ik vind het belangrijker om nu play-offs te halen. Nou, we hadden het net al even over leren. Wat kan je nog veel voor jezelf verbeteren? Wat kan beter bijvoorbeeld dan? Het afwerken. Ik denk misschien... het overzicht soms houden. En, er zijn heel veel dingen die ik kan leren. En, wat ik zeg, ze zijn er heel veel mee bezig. En, gewoon echt een afmaker worden. Daar is Jan Bruin heel erg mee bezig. En ik zelf ook. Dus, En wat gaat wel goed? Ja, heel veel. Heel veel. Dus, ik schiet er ook 2 binnen tegen de Graafschap. Dus je ziet wel dat er een stijgende lijn zit. Maar wat ik zeg, ik kan nog heel veel leren. En, dat gaat ook gewoon goed komen, denk ik. Nou, wat mij een paar keer opviel is dat rouwmomentje. Dat is een voetbalterm, zeg maar. Hè, dat je dan een actie mislukt en dan blijf je dan toch nog even net even wat langer staan. Kan dat beter bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Daar hebben zij het ook gewoon over. En dat moet beter. En ik ben nog jong, maar dat moet er gewoon uit. En, misschien ga je, ik wil niet zeggen door de leeftijd, maar ik denk als je jong bent, dan... Als de actie mislukt of je mist net de kans, dan ga je eerder in de teleurstelling zitten dan bij de ervaren jongens. Dus daar doe ik hard mijn best voor, dus dat moet wel goed komen. Maar goed, morgen eerst tegen Ajax. Nou, als oud-final dat moet je gemotiveerd zijn. Morgen de 3 in. Ja, daar gaan we voor. Goed zo, dankjewel.